Ze hebben echt mijn leven kapot gemaakt. Ze hebben echt misbruik gemaakt van mijn ellende. Het was een gruwelijke aanslag, maar niet één zonder voorgeschiedenis. Verdachte Jani H. worstelt al jaren met zichzelf en zijn omgeving. Meerdere keren komt hij in aanraking met justitie. Zo duikt zijn naam in 1997 al op. In de Bredase binnenstad schiet hij 3 keer op iemand waarmee hij ruzie kreeg. Hij start samen met Ger van Zundert het bedrijf ANR Handelsonderneming. Een garage gespecialiseerd in Fiatjes 500. Ger staat in de wijk bekend als een hardwerkende en vrolijke man. Zo'n goede vader, zo'n goede partner. Hardwerkende man. Altijd in voor een feestje, altijd vrolijk, vriendelijk. Altijd een praatje, ja. In 2014 ontstaat er ruzie over geld. Jani voelt zich zwaar bedonderd. Er gaan meer verhalen rond over Jani die volgens hem niet kloppen. In 2016 komt hij met een boek, Jongen van de Straat. Een verhaal over zijn jeugd, het verhaal van zijn kant. Hun vertellen het op hun manier. Dus mag ik het ook toch op mijn manier vertellen? Maar ondertussen blijft het conflict met voormalig zakenpartner Ger doorsluimeren. In februari 2017 vertrekt Jani, depressief en boos, in zijn auto richting de garage. Hij heeft een handgranaat, zwaar vuurwerk en een geladen pistool bij zich. Hij plaatst een filmpje op Facebook. Ze hebben echt mijn leven kapot gemaakt. Ze hebben echt misbruik gemaakt van mijn ellende. Een aanslag komt er niet. Hij meldt zichzelf bij de politie. De rechter veroordeelt hem tot 240 uur werkstraf. Het lijkt dat het geestelijk weer beter gaat met haar. Tot afgelopen maandag. Zakenpartner Ger van Zundert wordt op verschrikkelijke manier om het leven gebracht.